Hey BNL, met weer een nieuw video voor je. En vandaag ik heb even wat leuk. Mensen, die flashback Ibrahimovic die heel de wereld gedaan heeft. Behalve ik, letterlijk de hele wereld heeft flashback Ibra gedaan, behalve ik. Maar nu heb je een nieuwe speler, namelijk flashback Fernando Torres. En ik heb hem gedaan, ik had het ook opgenomen, maar in mijn audio was weer dit. Ja, leuk. Ja, hier krijg je herpes van, overal herpes. Wist je trouwens dat 80% van de mensen herpes heeft? Maar bij heel veel mensen, zeg maar, herpes is onder andere een koortslip en zo. Maar bij heel weinig mensen komt het maar bovendrijven, omdat veel mensen hebben gewoon een goed immuunsysteem. Want 80% heeft herpes. Dus zeg maar, ik heb het niet. Dus jij die kijkt, heeft het sowieso. What the fuck? Kerkte met je herpes. Doe dan zeker een duimpje omhoog als je geen herpes wil hebben. 3000 likes helemaal top zijn. Moet lukken voor deze enorme swinkelbeer waar ik veel te veel voor heb betaald. Oké, mensen, het ging dus zo. Fernando Torres naar de SBC en die kostte 300k. Dus ik dacht eerst van, nou, die ga ik zeker niet doen. Maar zoals je ziet in mijn beeld, deed ik hem wel. Nee, ik had best wel wat veel rare spelers. Kroos en zo. En ook nog Coutinho. En Coutinho was untradable. En ja, ik had gewoon heel veel untradables en zo. En daardoor kostte me, ik denk, het hele team in totaal 50k om Fernando Torres te krijgen of zo. Met beide teams samen hartstikke lekker. Kregen we ook nog eens twee packies. Eerste packie, helemaal niks. Tweede packie, walkout geskipt. Ja, waarom skip je gewoon een walkout? Kagawa! Yes! Maar in ieder geval, toen gingen ze een potje met hem spelen. Ja, hij was echt best wel slecht. Ja, hij was vrij slecht. Maar hij scoorde wel een heerlijk doelpuntje. En hij maakte ook een heerlijk panenkaatje. En nu zijn we dus weer hier. Fernando Torres. Hij zit nu op een bankie. Hij heeft dus 1 wedstrijd gespeeld. 2 goals. 1 gele kaart. Ja. Fernando Torres, ja, hij werd even boos. Kan gebeuren. We gaan nu uiteraard nog 1 of 2 potjes spelen. Om te kijken of hij echt goed is. Eigenlijk is het alleen maar beter dat de opname net mislukt was. Aangezien ik nu echt kan kijken of hij het geld waard is. Fernando Torres, natuurlijk wel een vrij grote meme. Onder andere door momenten zoals dit. There was something in the air. Nu speelt hij dus in Japan of zo, denk ik. Ja, een beetje geld verdienen. Lekker, man. Japan, echt topland. Oké, mensen. Dit is mijn tegenstanderse team. Ja, wel aardig. Ja, wel een aardig team. Wel veel aanvallers. 4 aanvallers heeft hij. Maar 2 middenvelders echt. Oké. Het maakt allemaal geen reden. We hebben Fernando Torres. The Beast. The Myth. The Legend. Griezmann, het spijt me. Maar je zal moeten ruimen voor de Big Fernando. Fernando naar de rechterspits uiteraard. Dat kan niet met dat fantastische rechterbeen, jongen. Al die ballen in de kruisingjas. Kop Torres, ja. Ja, mensen, als ik heel eerlijk moet zijn, is hij echt heel erg slecht. Vond ik het vorige potje ook al. Maar ja, toen gaf ik eigenlijk elke bal die ik kreeg, gaf ik op hem. Ja, uiteindelijk scoort hij het dan alleen, maar voor de rest... Ref! Waarom mag die fucking Van Dijk alles doen? Voel me aangerand. Nee. Nee, 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 nee. Hoe dan? Komt er 1 keer doorheen. Hoofdpijn, mensen. Hoofdpijn. Hey, Torres, zo, die kan echt niks. Heb je echt helemaal niks aan die Torres? Oh, Torres, jongen. Die vent is zo slecht. Torres. Ja, wat een wereldspits. Ongelooflijk. Echt beste spits uit het spel, mensen. Koop hem. Nee, is niet waar. Maar dit was wel een lekker doelpuntje. Die kopte hij toch wel aardig binnen. Ja, ga ik niet over liegen. Nee, hop. Zo, hoppakee. Flying Spanman. Torres. Torres. Oh, zit op de lat. Dikke aapelul. Oh. Torres. Oh, de goal. Oh, Fernandootje. Wereld. Wat een doelpunt, zeg. Ja, ik ga hem dus echt gebruiken als alleen super sub. En dan is hij misschien echt best wel goed. Deze schiet hij binnen, jongen. What the fuck. Zo, ik was gewoon oprecht blij met dit doelpunt. Oké, hij heeft zo het logo. Hey. Nee. Oh, jongen. Hij heeft wel een gistenprobleem, hoor, Torres. Vorige was het al geel, ik ga het nu ook geel krijgen. Torres, legend. Mensen, denken jullie dat Fernando Torres een iconkaart krijgt? Zeg maar, over een paar jaar. Denken jullie dat? Maar hij is wel een... Ja, ik weet niet. Ref. Ja, maar hoe is dit geen overtreding? Even serieus. Mensen, als we nou even gewoon nog een keer naar dat moment kijken. Hoe geen overtreding? Leg het even uit, dan. Oh, ja, dit wel. Ja, natuurlijk. Ja, dit is ook een overtreding. Is fucking dom. Hij lokt het gewoon uit. En ik trap er nog in ook. Ik ben echt een aaplul. Godverdomme. Fernando! Oh, ik voelde hem gewoon. Maar ik sta niet voor. Dus ik weet niet waarom ik niet gewoon paas. Dit was een 100% goal dat ik gewoon gepaasd had. Maar ik wil gewoon die hattrick met Fernando. Oh. Ik zie de bal gewoon weg. Hij is gewoon oprecht blij met het gelijkspel. Ik ook snap. Want hij heeft helemaal niks in te brengen. Oh, waarom heb ik niet gewonnen? Ik haat mijn leven. Okay, we gaan nog 1 potje doen. Als Torres nu een hattrick scoort, is het slecht. Als hij wel een hattrick scoort, is het goed. Dan zou je zeggen, ja, maar Koen, waarom? Een speler scoort niet altijd een hattrick. Nee. Maar wel als je elke bal op hem geeft. Mijn tegenstander heeft dit team. Als ik hier niet van win, jongen. Torres, jongen, je staat recht in spits tegen Dalbert en Chiellini. Ja, Chiellini is wel goed, maar... Dalbert. Kom op, hé. Hoppakee, gaan we meteen. Hoppa, Vieira. Waarom staat Vieira er nou? Ik dacht dat is Mbappé. Ronaldo, doe maar. Oh, overheen. Korte hoek. 1-0. Tuurlijk. Geen enkel probleem. Lekker. Nou, Torres, je begint alvast met een 1-0 voorsprong. Dat betekent dat hij al wat naar voren moet. Torres, goede paas. Op Neymar Junior. 2-0. Lekker. 2-0. Prima. Goeie bal. Balletje op Torres.
Torres Ren, jongen! Lekker 3-0, hoppa! Fernando met zijn eerste goal van de wedstrijd. Deze gast kan er echt helemaal niks van. Maar maakt niks uit voor de rest. Fernando met zijn eerste doelpunt. Lekker. Niet lieven. Blijf, blijf. Deel wordt het potje dat Fernando zijn hat-trick maakt en zichzelf bewijst. Torres, luister even. Luister even maar. Je bent spits! Geen linksbuiten! Jezus! Waarom heeft zijn Gabriel Jesus nummer 3 en lijkt het daardoor alsof het Dalbert is? Wat is dat voor ongelofelijke onzin? Wie heeft dat ooit bedacht? En je heet ineens zijn broer laten spelen of zo. En je zit hier met zwaar onder druk en alles. Wat is dit? Op Torres. Torres, boom! Lekker, 3-4-1. Torres, legend. Kort is zeker. Ja, klote zooi. En die geeft hem daar. Op Torres, oh! Op Torres, doe het! Oh, perfect timing. Hij gaat er niet in. Torres. Nee, jammer. Hij doet het niet. Helaas, ik baal ervan. Mensen hebben wel gewonnen. Let's go. Als ik in, dan wil ik dansen. Ja, dan wil ik dansen. Oh, take the air. Als hij in de Weekend League iedere keer een van de goaltje maakt, dan ben ik helemaal niet rauw. Maar hij gaat zeker als super super met mijn team. Maar ja, of hij echt heel goed is, ja, dat weet ik nog niet precies. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Vond je het leuk, vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. En dan zie ik je bij de volgende video. Later!